Welkom, mijn naam is Kenny Chan. Ik begon als 15-jarige, 16-jarige, begon ik in de woonkamer te knippen. Maar uiteindelijk wou ik gewoon meer space voor mezelf, dus moved ik hier door naar de schuur. Het knippen begon dus eigenlijk gewoon omdat hij het gewoon wilde proberen. We stonden dus echt gewoon in de garage en ik was like te skeer om een kapper te betalen. En hij zei van ja, weet je, ik heb gewoon een tondeuse van mijn vader. Als je wist dat je naar Kenny ging, ging je niet naar Kenny, je ging gewoon chillen. Dat je geknipt werd, was gewoon het leuke erbij. We begonnen gewoon met één lengte, gewoon alleen millimeteren. En heeft hij het eigenlijk langzamerhand een beetje opgebouwd. Op een gegeven moment deed hij ook contouren erbij. Van contouren gingen we naar veden naar opschietjes. Hij durfde op een gegeven moment ook meer. Dus toen begon hij met knippen en experimenteren. En zo is het eigenlijk begonnen en omhoog gaan alleen nog maar. Ik ben Michael Hübner. Ik ben eigenaar van Dope, sneakerwinkel in Deventer. Ik heb hier een platform in de winkel, heet Support Your Local. En voor Kenny is dat eigenlijk heel goed geweest, omdat hij daardoor ook meer naamsbekendheid kreeg van zijn shop. Omdat hij eigenlijk in de garage, waar hij zelf al knipte, eigenlijk heel veel klant al knipte. De resultaten van de eerste dingen van Kenny, heel eerlijk, dus ik was er niet blij mee. Contour, je ziet nu dat hij echt gewoon goed is gedaan, maar destijds is hij echt gewoon like 90 graden. Het was gewoon, daar zaten nog haren en plekken wat vergeten waren. Nou ja, ik moest wel gelijk naar een andere kapper daarna. Ik heb heel vaak gezien dat iets fout is gegaan, maar wat ik weet is dat hij daar wel van geleerd heeft elke keer. Hallo, ik ben Mikelle, a.k.a. Mickey. En ja, we kennen elkaar sinds het begin vanaf middelbare school. Ik denk dat ik een van zijn proefpersonen ben geweest. Omdat hij echt dacht van, oh, ik echt wat met je haar moet doen. Dan gaat hij zo opscheren, dat ik echt zo'n oude opa heb, toch zo. Altijd, jongen. En altijd, dat soort shit, gaat hij altijd ouderen met filmen van hoe je haircut er eerst uitziet. Van creatie, hij kan dat. Hij kan dat doen. Want hij gaat daarna helemaal knippen. Maar die denkt, ah, we zijn op halve weg. Je hele haircut ziet er uit. Laten we een foto maken, toch? Shit, man. Bij? Nou, even. Je bent echt speel op gangster, man. Zeg maar, kom maar gewoon met je klanten hierheen. En knip ook mensen die eventueel binnenkomen lopen of zo. Dus ja, dat zorgt toch wel voor een stukje creativiteit in de winkel. En ja, dat hele platform, daar staat me gewoon aan. Omdat je gewoon, als je krachten bundelt, je daar uiteindelijk samen sterker van wordt. En ook elkaars doelgroep daarvan pakt. Omdat je toch ziet dat de doelgroep die bij Kenny in de shop kwam of in de schuur kwam. Die jongens ook hier bij mij schoenen komen halen of een t-shirtje. Ali. Ik weet nog dat hij naar Willem de Koning wilde, maar daar was hij dus voor afgewezen. Ik wou ook de HBO gaan volgen, maar was ik helaas niet toegelaten. Dus dacht ik van, shit man, wat ga ik nu doen? Toen dacht ik van, hé, ik ben toch bezig met scheren, waarom ga ik niet die opleiding doen als barber? Een paar maanden later zei hij, ja, ik ben aan het sparen voor spullen. Ik heb me ingeschreven voor een barberschool. En heb ik uiteindelijk ervoor gekozen om de barberschool opleiding te gaan doen. En sindsdien is het alleen maar hard gegaan. Ik ben Renate van de Barberschool. 7 jaar geleden heb ik het opgericht. Vanuit een school die ik 15 jaar geleden heb opgericht, Heads Academy. Heads Academy is een kappersopleiding, dames- en herenvak. En daar kun je je diploma behalen. Maar wij geloven wel in specialisatie en daardoor is de Barberschool weer ontstaan. He, dus dat echt alleen het focus op het herenvak.
In het begin is iedereen al nog een beetje moeilijk aan het kammen. Motoriek moet nog verfijnd worden, om het zo maar te zeggen. En als iemand dan heel veel oefent thuis en die komt een week later weer naar school, ja, dan zien wij gewoon direct of diegene even oefent of niet. En dat was bij Kenny zeker het geval. Daar komt ook zeker de kwaliteit vandaan van zijn discipline. Op een gegeven moment kwamen meer boys kwamen erop af. Omdat op een gegeven moment waren de overloops gewoon goed. Hij ging steeds zijn hele roomje upgraden. Dan was het weer een klein koelkastje erbij. Dan de tv erbij en dan een pastry eventjes hier naartoe brengen en zo. En toen kwamen er nog meer en nog meer. En kijk waar die nu is. Mijn naam is Marvin, ik ben 37 jaar. Ik ben trainer op de barbershop 3 dagen in de week. Daarnaast knip ik zelf nog 2 dagen in de barbershop. Ik ben hier begonnen met lesgeven zo'n 3 jaar geleden. Ik zit al zelf 20 jaar in het vak. En het mooie van dit vak nu vind ik dat ik wat ik heb geleerd door te geven aan de nieuwe generatie. Natuurlijk, ik ken altijd meegemaakt toen hij begon met knippen. En ja, ik zag wel van, het is een beetje kut en zo, weet je, met lang haar. Dus ik vertrouwde het gewoon niet echt. En ik was best wel ijdel ook met mijn kapsel. Nog steeds ook. Dus hij deed alleen de zijkantjes eerst. En toen ging hij naar de barberschool, kan ik me nog wel herinneren. En ja, want daar heeft hij heel goed geleerd om met lang haar om te gaan. Laat ik zo zeggen, je hebt in een klas 8 leerlingen. En dan hebben er altijd wel eentje die uitblinkt. En Kenny was eigenlijk zo'n persoon. Heel erg gemotiveerd, heel veel inzet. Neemt heel veel dingen van je aan. Nooit een weerwoord. Op het laatst, als hij iemand ging knippen, kwamen zelfs de leerlingen bij hem staan. Omdat hij gewoon zo goed was in wat hij deed. En hij snapte het ook vrij snel. Dus als wij iets tegen hem vertelden, pakte hij dat heel snel op. En dat is hetgeen wat hem zo goed heeft gemaakt. En nog steeds leert hij en hij is nog steeds heel erg gemotiveerd om door te blijven groeien. Dat is Kenny. Hoe meer meters je hebt gemaakt, hoe beter dat je bent. He, dus kom je hier 40 weken, 1 dag in de week trainen en je doet daarnaast niets thuis. En dan ben je echt minder goed dan wanneer je heel vaak thuis jezelf traint. He, is het op vaktechniek, tijd? Dat maakt dan niet uit, maar wij zien wel meteen wie er heeft getraind thuis of niet. Nou ja, Kenny was er één, ja, elke week. Boom. 10 mannen. Hey Joost. Laatste les. Willy. Nou, blikje in de water. Doe even een rondleiding dan. Een rondleiding. Oké. Okay. Kenny, Izzy, Sabri. Nou, daar gaan we dan, hè. Allebei fresh voor het weekend. Last day moet fresh zijn. Zo, we zwemmen op ons. Welkom in de Garage 39. Ik ben Joost Mulleman, eigenaar van de shop. Ik ben Kenny tegengekomen op de barberschool. Ik denk volgens mij is het 3 jaar terug nu inmiddels al. En in de vrijdagklas, dat was ook daar mijn laatste klas die ik zelf een les ging geven. Ik heb daar 5 jaar lang training gegeven. En er lopen natuurlijk veel talent rond. Er lopen eigenlijk van allerlei verschillende jongens, meiden door elkaar. Ja, Kenny viel best wel op. Hij zat in een groep met grote gasten. Kenny was natuurlijk de kleinste. Hij was ook de jongste. Naar mijn idee ook de meest getalenteerde. Ja, waar zie je dat eigenlijk aan? Hoe ontdek je dat? Of hoe zie je dat in de persoon? Aanwezigheid. Hoe is iemand aanwezig? Dedication richting zijn vak. Persoonlijkheid, heel belangrijk.
En daarin was hij zeker wel onderscheidend. Als je gaat kijken wie is er altijd op tijd, nou ja, dan zie je natuurlijk al van oké, wie heeft er echt zin in, wie blijft lang hangen, wie doet zijn huiswerk, wie is echt enthousiast als er iets uit wordt gelegd, wie stelt gewoon gericht goede vragen. En natuurlijk de achtergrond van oké, wat doet een persoon? Is die al aan het knippen? Heeft hij daar ooit een feeling mee gehad? Nou, voor mij is dat super belangrijk dat je je vak uitoefent. Omdat je het leuk vindt. Nou ja, Kenny vertelde in zijn eerste dag dat hij eigenlijk vanuit zijn eigen garage al een beetje vrienden aan het scheren was en proberen te knippen. Dus ja, dan zie je dat iemand het echt doet omdat hij het leuk vindt. Hij is nog jong, hij is 23. Nou ja, hij is verhuisd van Deventer naar Rotterdam om uiteindelijk zijn passie hier uit te oefenen. Nou, dat vind ik te gek. Dat geeft natuurlijk aan dat iemand echt onwijs dedicated is naar een bepaalde zaak en bijvoorbeeld om met bepaalde mensen samen te werken. Het geeft aan dat iemand heel veel wil. Hij is op vrij jonge leeftijd nu ook al aan het assisteren met training geven. Hij geeft achter zelf trainingen. Ja, dat is best wel knap. Dan moet je talent hebben. Je moet heel erg bezig zijn met je vak. En op het moment dat je daar 100% voor inzet, dan zijn dat soort dingen echt mogelijk. En dat is gewoon gaaf om te zien dat hij dat nu al doet. Er staat ook nog ergens op YouTube staat er een filmpje dat hij gewoon een wesp in zijn mond doet en zo. Ik ben Mickey. Nee, man. Nee, gewoon. Nee. Ik ben Michelle. Ja, man. Ken was sowieso wel een guy die ook gewoon van dieren hield. Zo, ik ga wel wat verder gewoon. Dan kan je gewoon knippen. In deze schuur deed ik van alles. Ik trainde hier ook. Ik breakdance hier ook. Ik bokste hier zelf. Ik luister veel muziek. Ja, we kennen elkaar sinds het begin vanaf middelbare school. Daar, kijk de camera. Ging altijd kikkers vangen met netjes en zo. En op dat soort momenten was Ken wel gewoon sowieso dedicated. Ook om kikkers te vangen, weet je. Die gozer die sprong gewoon echt in de fucking, gewoon in een fucking moeras gewoon om kikkers te vangen. Dan was hij helemaal nat, maar dan had hij wel de kikker gevangen, weet je. Ja, want Ken ving altijd sowieso de grootste kikker, dat sowieso. Maar dat komt gewoon omdat hij gewoon schijt had. Of dat die katten gooide met Laika. Ja, met dat gaat. Ja, het is niet om de... Ja, het is niet... Dat, ja, ik wil hem heel graag. Het is eigenlijk wel dat ik hem de hemel in prijs. Hij kent mijn haar wel als beste. En ja, het is ook niet alleen dat hij mijn vriend is, maar hij is ook gewoon echt een hele goede kapper.